Ja, Ronald is knap. Hey, thanks. Maar hij heeft een rare kin. Dat zie je niet met Doggy. Yo, gasten van het Gameportaal. Mijn naam is Ronald en ik ben een YouTuber. En waar houden YouTubers het meest van? Zichzelf opgoogelen op Google. Dus vandaag heb ik een challenge. Vandaag heb ik een fantastische challenge. Ook wel, ik ga mezelf opgoogelen challenge. We hebben hier voor ons Google. Google.nl aangeboden in het Fries. Sinds wanneer bestaat dit? Sinds wanneer kun je Google in het Fries krijgen? Maar wat we gaan doen. Ik typ hier in Ronald Fledder. En de eerste zoekresultaten zijn Ronald Fledder lengte. Waarom is dit de eerste zoekresultaat op Google? Waarom wil iedereen altijd mijn lengte weten? Ronald Fledder YouTube, dat begrijp ik nog enigszins. En Ronald Fledder broer. Blijkbaar zijn mijn broers heel erg interessant. Wat we eerst gaan doen is kijken bij afbeeldingen. Welke foto's komen bij mij terecht als ik op afbeeldingen klik. Oh! Oh, je ziet meteen mijn naaktfoto toen het heel erg warm was. Waarom zet er bij gerealiteerde afbeeldingen een plaatje van Timo? Wat is dit? Naaktfoto's? Sextingzaak Tilburg nog steeds naaktfoto's online? En niet dat ik op een naaktfoto-website zit, toch? Voor de rest staan er niet hele speciale foto's van mij op het internet. Hoop ik tenminste. Ronald Fledder is BN'er op YouTube. Dit is ook wel een artikel die de lokale krant in Wolfga had gemaakt. Oh, de lokale krant! Ronald Fledder in zijn studio, waar hij al zijn filmpjes opneemt. Holy shit, dit is nog mijn oude studio. Wat begon als een hobby heeft inmiddels een enorme vlucht genomen. Dit was de hele artikel. We hebben hier een Famous Birthdays. Blijkbaar sta ik op Famous Birthdays. Oké. Geboren op 3 juli 1996. Leeftijd 20. Sterrenbeeld cancer. Oké, mijn sterrenbeeld is blijkbaar cancer. Dit ziet er misschien echt heel raar uit dat het staat cancer, maar dat is ook wel gewoon kreeft. Het zijn geen ergere dingen, het is een kreeft. Het is een kreeft. Wat rijmt er op Ronald Fledder, mijn woordenboek? Zeg niet dat dit echt is. Maar hey, ik wil wel weten wat er op Ronald Fledder rijmt. Zo te zien bestaan er 9 woorden die op Ronald Fledder rijmen. En er is ook een uitdrukking genaamd de redder. Ik ben Ronald Fledder de redder. Maar welke woorden rijmen eigenlijk zal hem op mij? Kledder, redder, boedelredder, mensenredder. Ronald Fledder, de mensenredder. Dat klinkt nog best wel cool. Blijkbaar kun je met mij chatten. Wil jij met me chatten? Er is een mogelijkheid. Laten we maar gewoon een conversatie met mezelf starten. Wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? Deze pagina werkt niet. Ja, maar Jezus! Ik wil met mezelf chatten. Oh, wacht eens even. De website waar je kan chatten met mij doet het. Tags van deze chat zijn Games YouTube je moeder. Waarom moet elke ding, waarom moet op elke website iets kinderachtig staan op het gameportaal? Maar hey, laten we even een conversatie starten met mezelf. Hey, jij bent cool. Ik ben benieuwd wat hij terug gaat zeggen. Hallo? Is daar iemand? 5 minuten later. We zijn zonder grappen nu al 5 minuten verder en ik heb nog steeds geen antwoord van Ronald. Waarom zijn al die YouTubers zo arrogant? Maak me zo boos. Hallo? Blijkbaar antwoord ik niet terug. Wat ben ik toch ook een arrogante YouTuber. Matty MC Kibbeling lijkt op Ronald? Wie is die Matty MC Kibbeling? En waarom lijkt die op mij? Laten we daar eventjes achterkomen. Dit ben ik dus een foto van 4 jaar geleden. Prachtig. Al als je goed kijkt, zie je hier een beetje tandpasta op mijn lippen. Dit is blijkbaar die Matty. Ik vind niet echt dat we op elkaar lijken. Maar oké. Ik denk dat ik het als een compliment moet zien. Nou, wat ik wel weet is dat ze me beide mogen doen. Oké. Ja, Ronald is knap. Hey, thanks. Maar hij heeft een rare kin. Dat zie je niet met Doggy. What the fuck? En iemand reageerde erop met een hondenplaatje. Wat is er mis met mijn kin? Wat is hier mis met... Het lijkt op een hele grote puist. Waar woont Ronald van het Gameportaal? Is dit serieus echt een ding? Oh, ik kan erop reageren. In een doos. I am the one, the way you... Ik snap niet waarom mensen dit willen weten. Ik snap echt serieus niet waarom mensen dit willen weten. Krant downloaden. Ronald gelooft het niet. Timo liep naar de deur. En hij zei, kijk straks maar. Ik ben benieuwd wat dit is. YouTube gaat eraan, pagina 4. En de maker van deze krant kan inderdaad toekomst lezen. Helaas is YouTube dood gegaan. De ad review is zo laag. Zo laag! Timo en Ronald uit elkaar? Oh nee. Oh nee! Ronald appte Timo nog even dat als Timo thuis was en een knal had aangemaakt, dat hij het moest zeggen. Ronald wachtte op het appje en keek op app en zag dat Timo zijn appje had gelezen. Dit weet ik nog. Hoe durfde je, Timo? Ronald dacht van, hij gaat me denk ik negeren. Dus ik ga nu even YouTube kijken of hij het kanaal had aangemaakt. En ja, hij had het gedaan! Hoe
durf je, Timo? Het is echt niet zo dramatisch gegaan, hoor. Hij maakt zijn eigen kanaal, had het gameportaal verlaten. En nu heb je alleen mij. Ook gezellig. Jonggeleerd.nl. En hey, wie is dat dan? Wie is dat daar? Dat is deze jongen. Dit heb ik al tijden niet meer gezien. Holy shit, ik ben zonder grappen best wel veel veranderd. En zo te zien staat er nog op mijn laptop een gamekanaal. Ik maakte toen nog video's op mijn laptop. Goede oude tijd. Maar wat zo mooi is aan deze artikel is toch wel een foto. Ook wel deze foto. 70.000 abonnees special op een gamekanaal. Dan zie je deze kop. Dan zie je zo'n kop. Zo van, hey, ik heb de 70.000 abonnees. Hey. Ik ben ook veel beter geworden in praten. Dat klinkt misschien raar, maar ik maak nu betere zinnen. Ik maak echt betere zinnen. Ik sta bekend als die YouTuber die amper tot geen Nederlands kan. Ik ben zo te zien beland op een video van Hanwei. Echt een super toffe YouTuber. En blijkbaar gaat hij een oude foto van mij bekijken. Ben, het is die ene foto van mij en Timo samen. Dat je mij echt zo heel onzeker zo... zo ziet staan. Werden Ronald van het gameportaal. Op deze foto ziet hij eruit als een of ander bezeten demon. Noem je mij nou een bezeten demon? Hoe durf je, Hanwei? Ik ben geen demon. Maar goed, ja, net zoals al die anderen. Het is gewoon een jonge Ronald. Niks verder op te merken over dat. Ik ben erachter gekomen dat ik een bezeten demon ben. En ik ben erachter gekomen dat, dat ik mensen een doggy style moet nemen omdat mijn gezicht lelijk is. Thanks.